Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe video weer. Een tijdje geleden dat ik geüpload had, dus ja, ik dacht we gaan er weer iets anders en iets leuks van maken. Een tijdje geleden, week of 1, anderhalf, dus niet zo heel lang geleden eigenlijk, kocht ik een Momotaro Sanka aan op de veiling van Momotaro. Waar ik zelf laaiend enthousiast over was, met name qua de shape. Ja, toen kreeg ik een paar vragen van, hey, vind je die shape niet te lang? Laat ziet er zo gerekt uit. Toen dacht ik, ja, laat ik daar eens een video over maken en zeggen wat ik daar voor mijn oogpunt van vind. Daarom wil ik in deze video deze Momotaro Sanka gaan vergelijken met de top van de Dainichi Tosai van vorig jaar. Totaal andere vis, totaal andere bloedlijn. Dus 100% vergelijken is het niet. Dus kijk echt alleen naar de bouw. En om dit te vergelijken heb ik twee plaatjes gemaakt. Ik heb dus een screenshot genomen uit de video van de Momotaro Sanka. Daar dus de ratio's van opgemeten. En hetzelfde heb ik gedaan bij de Dainichi Kohaku. Allereerst zal ik de video jullie zo meteen even tonen. Waarin Shigeru van Dainichi de vis uitlegt als het ware. Hij legt een beetje uit wat hij er goed aan vindt. Deze is vorig jaar april of mei geveild. Is nu al Nissai en was volgens mij de beste Nissai van de Dainichi Cup. Dus wel een hartstikke goede Nissai geworden. Maar het is me meer om te laten zien van hoe vergelijk je een top Tosai tegen deze Momotaro Sanka. Beetje een oneerlijk vergelijk, maar toch zie je dat misschien de Momotaro Sanka minder gerekt is als het misschien lijkt op het eerste oog als je dus de ratio's vergelijkt. Dus laten we van start gaan. Allereerste video van Dainichi. This is the red tiger and a very nice body shape and very quality, very thick and very shiny. Really, really high class tategoi. まあ本当にレッドタイガーっていうのはこのラインがものすごくこう特徴的で、非常に伸び伸びとしたいい、体型です。こう体の背中のこのラインも非常に強いですし、非常にいいと思います。This is very strong body and shoulder really powerful, very nice shape. It's gonna be very jumbo. めちゃめちゃシンプルな。いい紅白だと思います。よろしくお願いいたします。Heel mooi filmpje van Dainichi. Maar dat vind ik altijd het leukste filmpjes, waarin zij uitleggen wat ze van een kooi vinden, wat ze sterke punten ervan zijn. Ja, zijn toch de mensen waar je het eigenlijk van kunt leren. We zien niemand het zo goed weet als zij natuurlijk. Ja, dit was of is een fantastische Tosai. En kwam als winnaar uit de Dainichi Cup afgelopen november. Dus ook nog heel goed ontwikkeld en werd van heel veel Dainichi Tosai de beste Nissai. Was ook een van de vier kooi, vier of vijf of zes. Die 7-ster rating hadden als Tosai, wat de hoogste is die ze daar eigenlijk weggeven. En daar gaan we dus van vergelijken wat de ratio's body-wise zijn. Dus hoe de lengte in elkaar zit, hoe de breedte in elkaar zit. En dan vergelijken met mijn Momotaro Sanka. Je zou zeggen van, hé, hey, dat is echt zelfmoord. Ja, dat is ook wel een beetje. Alleen ik probeer alleen maar de lengtebouw en de breedtebouw te vergelijken met de Tosai. Het is ook helemaal niet dat ik wil zeggen dat die Momotaro net zo goed is als deze Dainichi. Nee, helemaal niet. Want
ja, die Dainichi is de top van Dainichi. En alhoewel de Momotaro ook een hartstikke goede Tosa is van Momotaro, is het geen top 10 Tosa van Momotaro. Anders dan was het niet van mij geweest. Weet ik wel zeker. Maar toch, we gaan proberen en kijken wat daaruit komt. Allereerst gaan we dus kijken naar de Dainichi-vis, hoe die in elkaar steekt. Ik heb dus lijntjes getrokken, stippellijntjes, in de lengte en in de breedte. Die lijntjes zijn niet helemaal accuraat. Ik ben er vast wel ergens een keer overheen gegaan of tekort gekomen. Maar de lengte is dus wel, van de lengte en de breedte is dus wel accuraat opgemeten. Die lijntjes heb ik maar meer gewoon voor het idee erbij gezet. Wat je dus kunt zien is dat de lengte van de kop ongeveer driekwart zo kort, of lang is, net hoe je wil zeggen, als de schouderpartij. Dat het de lengte van de rugvin ongeveer een derde zo lang is als de schouder van of de lengte van de schouder. En dat het staartstuk ongeveer ja, 40% of de helft zo lang is van het schoudergedeelte. Dat qua lengte, dus het is ongeveer 75%, 100%, 130% en 41%. Zo kun je het een beetje zien ten opzichte van elkaar. De breedte is ook erg interessant, want hey, ja, hoe steekt dat in elkaar? De schouderpartij is wederom, dus na de kieuwen, als ja, meest breedste punt genomen. Dan zie je dat ze dus niet heel veel breder of smaller wordt naar de rug toe. Dat het staartstuk ongeveer de helft zo breed is als de schouders. En dat het alle einde van de staart ongeveer 20% zo breed is als de schouderpartij. Natuurlijk is het ook een beetje hoe je filmt. Zet je de camera wat rechter, dan verandert natuurlijk die hoek. Maar toch, ik heb ongeveer dezelfde screenshots genomen van beide kooi. En je kunt er het een en ander van afleiden. Ik kom natuurlijk niet of het nou 0,43 is of 0,44. Ja, daar gaan we natuurlijk niet over vallen. Maar je kunt ongeveer verhoudingsgewijs zien ja, wat het doet. Ook zie je dat dus de breedte van het tussen de ogen 80% is van de breedte van de schouders. En dat de bek ongeveer de helft zo breed is als de breedte van de schouders. Zo zit deze Tosai, die ze bij Dainichi dus eigenlijk vrijwel perfect vinden qua body shape, in elkaar qua ratio's. Ja, die kun je dan als soort pijlen gebruiken om met andere Tosai te vergelijken. Zoals ik straks ook al zei, het is een beetje zelfmoord. Maar ja, je hebt een heel mooi handvat van hey, hoe komt mijn Tosai of mijn vis daarbij in de buurt? Ik raad dus wel aan. Kom je daar nog op terug om met dezelfde leeftijd te vergelijken? Ja, want kooi verandert namelijk gewoon. En elke leeftijd heeft dus een eigen ja, ratio, als het ware. Kooi wordt natuurlijk breder. En dan vervallen deze een beetje. Dan op naar de Momotaro-sanken. Van hoe steekt die in elkaar? Als we dus weer gaan kijken. Ik ben niet helemaal consequent geweest met de kleurenlijntjes, zie ik. De eerste hoort eigenlijk geel te zijn. Maar goed, daar gelaten. Zie je dat de kop 70% is van een schouderstuk, dan 1,33 of 33% zo lang is het gedeelte van de rugvin en de staartstuk is ongeveer de helft zo lang. Gaan we dus terug vergelijken met de Dainichi, is dat eigenlijk ongeveer hetzelfde. De lengte van de kop is 0,01 korter en de lengte van de staart is 0,05 langer. Laten we dat zeggen dat dat ja, de manier van filmen is. Ja, of ze is daadwerkelijk zoveel korter of langer. Maar dat is zo nihil dat het er eigenlijk niet toe doet. En dan gaan we naar de breedte kijken. Veel mensen zeggen van, hey, hartstikke mooie zanken, maar hij lijkt zo smal. En dan gaan we nu dus ondervinden van, is dat in verhoudingsgewijs dan ook zo? En we zien dus dat de breedte van de ogen ongeveer 80% is van de breedte van de schouders. Dat ze 0,02, oftewel niet, invalt of smaller of breder wordt naar de rugvin toe. Dat het staartstuk na de rugvin ongeveer de helft zo breed is en dat het staartstuk aan het eind ongeveer 20% zo breed is als het schoudergedeelte. Dat de bek iets minder dan de helft in deze zo breed is. En zo zit deze kooi in elkaar qua lengte en qua breedte in verhouding. En eigenlijk is dat hetzelfde als de Dainichi. En wat wil dat een beetje zeggen? Nou, niet dat ze dus even goed is als die vis, dat is het punt niet. Alleen dat de kooi dit soort shapes eigenlijk nodig hebben om tot een echte jumbo uit te groeien in de toekomst. Dat zegt Dainichi op het filmpje ook. Dan moet je van mij niet evenveel waarheid aannemen als van Dainichi, helemaal niet hoor. Alleen dit zijn wel kooi die ik in de afgelopen jaren ook heb gezien van hey, dit zijn echt vissen.
die heel gemakkelijk tot hele grote lengtes brengt. Ze zullen niet snel invallen, maar pakken heel lang heel veel lengte mee. Dan denk je, ze blijven smal, maar eigenlijk blijven ze niet smal. Ze worden ook steeds zwaarder en breder, maar ze worden over het geheel van de vis een stuk breder. Dus het staartstuk wordt breder en ronder, de kop wordt breder en ronder. Maar ze hebben niet snel dat ze echt zo'n brede schouderpartij krijgen. Dat krijgen ze wel, maar pas eigenlijk als ze een beetje stoppen met groeien. Voordeel, of nadeel, een beetje hoe je het bekijkt, is dat ze dus niet heel snel stoppen met groeien. Kooien die ik met deze shapes eerder had, ja, die zitten nu op Sansai 70, 73, Yonsai 80, 82. Ja, dat zijn wel echt flinke sizes. En als je die ook ziet op video, denk je, ja, zo, een beetje ja, ranke vis. Maar als je dus je hand erboven houdt, wat ik dus ook vaak doe bij dat soort vissen, dan zie je pas zo. Die kooien zijn eigenlijk enorm qua volume. Maar ze zijn eigenlijk zo gebouwd dat ze niet enorm groot lijken op filmpje, op een filmpje. Ja, en dat is een beetje, wil je met deze kooi dus heel jong naar shows, zal het niet ideaal zijn. Je hebt kooi die veel meer body en volume aanmaken op jonge leeftijd. Maar wil je een kooi die maar op latere leeftijd tot volle bloei komt en echt ja, jumbo's uit ze kan halen, dat zijn dit soort shapes waar je rekening mee moet houden. En dat is eigenlijk het leuke aan die ratio's een beetje uitzetten. Het komt allemaal niet op het decimaal, maar je kunt zo ongeveer wel inschatten van hey, heeft mijn tosai de goede ratio's of komt ze ergens tekort. En dat is ook ja, een beetje leuk als pijler. Dit dat voorheen, tegenwoordig eigenlijk niet meer, want dat zie je het wel sneller met het blote oog als je het vaker hebt gedaan. Wel eens met veilingen. Bij Dainichi veilingen, Sakai, Momotaro vergeleek ik dan een beetje. En zo koos ik dan eigenlijk de kooi uit die ik qua shapes het beste vond. Nou is dat natuurlijk wel afhankelijk van de leeftijd, wat ik eerder al zei. Het verschil tussen deze Momotaro en Dainichi is op het moment van video, ja, denk 3 maanden geweest. De Dainichi is van vorig jaar mei, eind mei dacht ik uit mijn hoofd. En deze is dan van begin maart, eind februari. Ja, in deze 3 maanden groeit Tosai echt als een gek. Ze gaan dan gewoon van 35 naar 40, 42. En ja, bij die Dainichi dan naar 48, wat normaal wel gekke werk is. Maar ze worden echt heel veel groter in korte tijd. Dus wil jij een Tosai vergelijken met een Nissai qua ratio? Ja, dat gaat helemaal krom. Want ja, die zitten verhoudingsgewijs gewoon heel anders in elkaar. Tosai is dat nog wel redelijk te vergelijken. Maar ja, we hebben een tosai van 3 maanden oud of van 9 maanden oud, zit daar ook veel verschil in. Dus vandaar dat die Dainichi ook veel volwassener oogt qua kooi. Omdat die gewoon ja, eigenlijk ook volwassener is qua size, qua volume, qua shape. Maar toch zitten ze verhoudingsgewijs ongeveer hetzelfde in elkaar. Dat vond ik leuk om te laten zien. En ja, misschien dat jullie ook iets met die ratio's kunnen. Met je tosai die je zelf hebt aangekocht. Of misschien ook een keer per veiling vergelijken. Of misschien vind je het gewoon leuk om te zien. Daar gaan de video's ook om. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vinden om te kijken. En ja, weer graag tot de volgende. Doei doei!